Maar ik ga u corrigeren met de cijfers van Basel. U stelde over Basel een dergelijke van, ja, het was eigenlijk 5,5, en dan zijn gezakt tot 3 een beetje. En ik laat mijn bron, mag u zien bij deze, dat de bron is een meneer Wellink. Hij is nu meer actief bij de Chinezen dan bij de Nederlanders, heb ik begrepen. Maar hij heeft ook een aantal jaren Nederlandse sporen verdiend, mag je toch wel zeggen dan. En ik citeer gewoon een heel kort zinnetje in zijn eigen boek. Dus een betere bron kan ik me niet voorstellen. Basel II-systeem kende minimale kapitaaleisen van 2%. Maar er is nog een verschil. De 2% van het oude systeem, dus Basel II hebben we het over, is gebaseerd op een zwakke definitie. Er zitten allerlei elementen in van kapitaal dat er niet in thuis hoort. Als je daar rekening mee houdt, dan kom je uit op minimale kapitaaleis van 1% of zelfs nog minder. Heeft gezegd de heer Wellink, weliswaar heeft hij dat aan meneer Roel Jansen gezegd, en die heeft het keurig in het boek opgetekend, dus iedereen mag die bladzijde nalezen. Ik heb wat cijfers zelf bekeken, die zijn uit de serie gekomen, en ik dacht dat de ratio, laten we zeggen, de leverage van de Nederlandse banken in de jaren, laat ik het even ruwweg nu zeggen, 95 tot de crisis, pak een beetje 2006, 2007, dat die ongeveer was 1 op 70. Als dat zo is, en dan gaat het me vanuit dat het zo is, dan is dat toch ten diepste de verklaring, en het verbaast me iedere keer, ik ben de laatste 2 jaar veel bij financiële bijeenkomsten, dat is toch ten diepste de verklaring om het even of het productief of niet productief is weggezet. Daar kun je natuurlijk een hele grote vraag bij zetten, terecht wat meneer Bezeman zegt. Dan kun je zeggen, ja, luister eens, laten we nou eens beginnen dat die buffer er überhaupt is om risico's op te vatten. He, want als die 1 op 70 waarde is, dan betekent dat je 1,5% risico loopt op je asset. En dan ben je door je buffer heen, dat hoef je ook niet voor gestudeerd te hebben. En dat betekent dus dat we daarmee moeten beginnen. En dan in tweede instantie komt het toezicht van de DNB, hoop ik tenminste, om die taken te splitsen. Michiel. Ik ga natuurlijk toch weer verder op wat Dirk net zei. Je had er nog één te goed. En daar gaat wat, want kijk, het is natuurlijk niet zo dat ik heilig geloof in de markt. Dat is absoluut niet het geval. Ik denk dat banken meer eigen vermogen moeten aanhouden. En veel meer dan dat ook Basel III voorschrijft. Noemen ze getal? Nou ja, dus de berekeningen. Er zijn mensen die hebben geprobeerd daar een getal aan vast te knopen. En ik zou zeggen, ergens tussen de 15% en 20% voor grote banken lijkt me heel realistisch. En ik denk ook dat wij in Nederland een te grote financiële sector hebben. En dat je daar op de een of andere manier wat aan moet doen. Maar ik weet niet precies hoe je dat moet doen. Dat pretendeer ik niet. En een ander punt is dat ik ook geloof dat we naar een fundamenteel andere manier van reguleren van de financiële sector toe moeten. En dat heeft ermee te maken dat de aard van die financiële sector aan het veranderen is. En de financiële sector is veel complexer geworden. Je kunt heel snel posities veranderen op je balans. Die banken zijn heel fluïde geworden. Die kunnen in een oogwenk enorme risico's nemen. En dat betekent dus dat je als je dus alleen maar vertrouwt op risicoregulering, op prikkelregulering, dat niet werkt. En dat is een heel oud debat in de economie. Hè. Prijsregulering versus structuurregulering. Moet je nou banken reguleren door prijsregulering? Dat is de weg die we nu varen. Hè. Kapitaalseisen, dat is een vorm van prijsregulering. Bankenbelasting is ook prijsregulering. Risico's beprijzen is dat. En natuurlijk, dat is een nuttig instrument. Maar daarnaast kun je dus ook structuurregulering gebruiken. En er is een debat in de economie waarin mensen zich afvragen van welke vorm van regulering is nou nuttig. En juist wanneer je dus complexe risico's hebt, die je niet goed kunt beprijzen, waar je niet goed de effecten van weet, dan is dus die literatuur die zegt dan eigenlijk van, nou, in die situatie, dan is het misschien soms verstandig om voor structuurregulering te kiezen. Dat onderschrijft de stelling die we nu bespreken. Ja. Aart Hoeben? Ja, laat ik misschien 5 dingen zeggen. Het eerste is, ik denk niet dat wij het zo sterk met elkaar oneens zijn. Ik ben ook sterk voor hogere buffers. Het was inderdaad 3% of 2%, wat dan ook. Het is inmiddels 8% daarboven voor de grootste banken. Dus ik wil ook de boodschap afgeven, er gebeurt echt erg veel in de sector. En de banken zijn hard bezig om hun bedrijfsmodellen aan te passen, om meer klantgericht te worden, om meer buffers op te bouwen. En tegelijkertijd proberen ze ook nog rendement te maken. Maar die buffers die moeten omhoog. Daar zijn we met elkaar over eens. Dan is de vraag, wat moeten banken wel en niet doen? Dat probeerde ik aan te geven. Het is heel moeilijk om bij bepaalde instrumenten te zeggen, dit moet een bank niet doen en dat moeten ze wel doen. Want precies hetzelfde instrument of hetzelfde krediet kan voor de een heel slecht zijn en voor de ander heel goed. Net als je een...
Nee, maar je moet dus echt kijken waarvoor het wordt gebruikt. Het is maatwerk. Je moet echt kijken naar uiteindelijk waar het voor wordt gebruikt. Net als bij een medicijn. Bij de een werkt het heel goed en bij de ander werkt het heel erg slecht. Mag ik even tussendoor vragen, Aart, zie je daar een rol voor de Nederlandse bank op dit punt? Ik denk dat wij toezicht moeten houden op het toezicht van de banken. Dus wij gaan niet op de stoel van de banken zitten en hun vertellen welke kredieten ze moeten verstrekken en welke producten ze moeten ontwikkelen. Wij moeten kijken of de banken dat op een verantwoorde manier doen en of ze zelf genoeg risicobeperkende maatregelen nemen. En daar moeten we heel streng in zijn en daar moeten we ze echt aan houden. Maar een derde boodschap die ik zou willen afgeven, dat moeten we geleidelijk doen. Dus we moeten niet vragen dat die buffers nu op stellensprong omhoog gaan, want dan gaat de kredietverlening, die zakt helemaal in elkaar. We moeten het geleidelijk aandoen, zodat die banken kunnen blijven doorgaan met het verstrekken van kredieten voor zover mogelijk, terwijl ze tegelijkertijd zich wat vet op de botten krijgen. Ten vierde, de opmerking, wat zou je dan willen ringfencen of willen afscheiden? Zelf heb ik enige sympathie ook voor de gedachte in het Liikanen-rapport dat als een bank in zeer grote mate in verhouding tot het eigen balanstotaal handel voor eigen rekening bedrijft, of in private equity belegt, of in hedgefondsen belegt, of iets dergelijks, dat ze dat apart zouden moeten beleggen in een aparte juridische afscheidbare juridische eenheid. Ten slotte, banken hebben in vele opzichten gefaald, net als vele andere, inclusief toezichthouders, inclusief anderen in de afgelopen jaren. Dat leidt geen twijfel. Maar banken, en dan parafraseer ik een beetje Winston Churchill, banken, een bankwezen is echt een heel slecht systeem, maar het is het minst slechtste systeem dat we hebben. Ja, dank. Jaap? We hebben nog een lange weg te gaan, want Amerikaanse banken, even voor de goede orde, hebben gemiddeld 11% eigen vermogen op de balans. Een Nederlandse 4,5% dus. En Nederland, Frankrijk en Duitsland staan onderaan de lijst van de banken, internationale banken. Op te zoeken bij de Wereldbank, www.worldbank, kunt u vanavond nog opzoeken. Het zou zeer wel kunnen, maar het eigen vermogen van de Amerikaanse bank is 11%. We hebben een lange weg te gaan. Ten tweede, ik denk dat bij de banken de maatschappelijke functie dezelfde ontwikkeling zal doormaken zoals je in het bedrijfsleven in het algemeen ziet. Namelijk toch meer bewust worden van de noden van de maatschappij. Ik voeg eraan toe dat in de jaren 80 en ook recent nog heel wat banken die een goede lokale inbedding hebben, heel wat bedrijven hebben gered van de ondergang. Ik kom uit de tuinbouwwereld, Herman. Ik weet er iets van, kan ik je zeggen. De lokale Rabobanken hebben heel veel bedrijven overeind gehouden op het moment dat ze ze hadden kunnen laten vallen. Dat gebeurt nu weer. En ze daardoor door de crisis gesleept. Dus die kant mag ook belicht worden. Ik ben kritisch over de banken, maar er is een kant die ook genoemd mag worden.